Hoi, in deze video ga je leren hoe je de omtrek moet uitrekenen. Aan het einde van deze video weet jij bijvoorbeeld hoe je kunt uitrekenen hoeveel meter hekwerk nodig is om een schoolplein veilig af te zetten. Welkom bij wijzeroverdebasisschool.nl. De doelen van deze video zijn: ik kan uitleggen wat de omtrek is, ik kan de omtrek van een rechthoek uitrekenen, ik kan de omtrek van een ander figuur uitrekenen en ik weet hoe ik de lengte of breedte van een figuur uitreken als ik de omtrek al weet. Eens even kijken hoor. Dit hier. En dan moet ik hem zo even wachten hier. En dan moet ik hem hier zo kunnen aflezen. Ja, dat klopt. 93 centimeter. Kijk, de omtrek van mijn lijf tot dit plekje hier is 93 centimeter. Omtrek. Daar ga ik je dus alles over vertellen in deze video. Want wat is omtrek eigenlijk? Nou, omtrek is dus wat ergens omheen gaat. Of als ik het wat preciezer uitleg, bij rekenen is omtrek de lengte van alle zijkanten of randen van een figuur bij elkaar opgeteld. Kijk, ik laat het je zien. Hier zie je een figuur. De randen van deze figuur maak ik even rood. Zie je? Dit zijn de randen. En ik zei net tegen je dat je de omtrek krijgt als je alle randen van een figuur bij elkaar optelt. Nou, dat is bij deze figuur dus, eens even kijken, deze rand, 3 centimeter, plus deze rand, 5 centimeter, plus deze rand, 4 centimeter, dan deze rand, 2 centimeter en tot slot de laatste rand, 5 centimeter. In totaal is de omtrek 3 plus 5 plus 4 plus 2 plus 5, 19 centimeter. In het woord omtrek zit een woord dat ik al ken, namelijk om. Daardoor weet ik dat wanneer ik de omtrek ga berekenen, ik bereken hoeveel centimeter of meter om het figuur heen gaat. Eigenlijk gaat het dus om de buitenrandjes. Bij oppervlakte reken ik uit wat er op het figuur zit. Dat is wat je kunt inkleuren. Dat is dus iets anders dan de omtrek. Waarom moet je dit kennen? Nou, het is handig om te weten hoe groot of hoe lang een omtrek is als je bijvoorbeeld een hek gaat plaatsen. Kijk, hier heb ik de plattegrond van een schoolplein. Om het schoolplein veilig te maken, komt er een hek omheen. Maar hoeveel meter hek moet de directeur van deze school nou gaan bestellen? Nou, dat weet die directeur als hij de omtrek uitrekent. Of dit voetbalveld. Om warm te lopen voor de training moeten de voetballers altijd een rondje om het veld rennen. Nou, hoeveel meter rennen ze dan? Ook dat kun je uitrekenen door de omtrek te berekenen. Nou, dat zullen we eens even doen. Het voetbalveld is aan deze kant 105 meter lang. Nou, dan weet ik ook hoe lang de andere zijkant is, want die is even lang, zie ik. Dus ook 105 meter. Dat zet ik er even bij. Zo. Dan de rechterzijkant, die is 68 meter. Dan is de linkerzijkant ook 68 meter. En nu tel ik alle zijkanten bij elkaar op. 105 plus 68 plus 105 plus 68 is 346 meter. De voetballers rennen in één rondje 346 meter. Als ik de omtrek wil berekenen, doe ik dus lengte plus breedte plus lengte plus breedte is de omtrek. Dat is iets om te onthouden. Ik doe er nog eentje. Ik liet je net dat schoolplein zien. Om te weten hoeveel hekwerk er nodig is voor het plein, doe ik dus lengte plus breedte plus lengte plus breedte. Nou, dat is hier 30 meter plus 25 meter. Dat is al 55 meter. En dan nog eens 30 meter plus 25 meter. Dat is weer 55 meter. In totaal heb ik dus 110 meter hek nodig voor dit schoolplein. Nou, zou jij het nu zelf kunnen? Reken de volgende som maar eens uit. Zet de video gerust even op pauze. En als je het antwoord weet, zet je de video weer aan.
Dan bekijken we samen of dat jij hem goed had. Nou, de som gaat over dit fotolijstje. Ik wil de rand versieren met van dat gezellige gekleurde plakband. Hoeveel centimeter plakband heb ik nodig? Nou, druk maar op pauze en reken de som rustig uit. Ik begin met de lengte, de lange kant. De lengte is 20 centimeter. De breedte kan ik ook aflezen. Die is 15 centimeter. Samen is dat dus 35 centimeter. De andere twee zijkanten zijn net zo lang. Dus ik kan de centimeters zo invullen. Deze kant is ook 20 centimeter en de andere 15 centimeter. Ik had al 35 centimeter plus 20 is 55 centimeter. Dan doe ik er nog 15 bij. In totaal kom ik dan op 70 centimeter. Ik heb dus 70 centimeter plakband nodig. Had jij die uitkomst ook? En hoe zit het nu met deze figuur? Deze figuur heeft toch wel meer randen dan alleen lengte plus breedte plus lengte plus breedte. Ja, dat klopt. Dit is namelijk het weiland van Boer Boris. En dat is geen mooie rechthoek. Het weiland heeft allerlei hoekjes. Toch kan ik de omtrek van dit weiland berekenen. Ik zie onderaan dat de lengte 100 meter is. Ik zie dat de breedte aan de linkerkant 80 meter is. De maten van deze twee randen staan er niet bij. Wat nu? Oh, wacht, ik zie iets handigs. Zie jij het ook? Ik zie dat deze twee randen samen net zo lang zijn als de linkerkant. Die was 80 meter. De helft is 40 meter. Dan is deze rand dus 40 meter. En deze rand ook. Samen is dat ook 80 meter. Dan zie ik aan de bovenkant 20 meter en 30 meter en 20 meter. Nou, samen is dat 70 meter. Dan weet ik ook het laatste ontbrekende stukje. Want in totaal moet het 100 meter zijn. Kijk, dat zie ik namelijk aan de onderkant. Dan moet dit stukje wel 30 meter zijn. Want 70 en 30 is samen 100 meter. Heb ik nu alles? Even kijken. Oh nee, ik mis hier nog een stukje. Dit randje is net zo lang als het randje daartegenover. Ook 20 meter dus. Zo, nu heb ik alle maten ingevuld. Om de omtrek te berekenen, tel ik alle randen bij elkaar op. Nou, daar gaat-ie. 100 plus 40 is 140. Plus 30 is 170. Plus 20 is 190. Plus 20 is 210. Plus 20 is 230. Plus 30 is 260. En bij 40 is 300. Dan nog 20 erbij is 320. En tot slot nog 80 erbij is 400 meter. De omtrek van het weiland van Boer Boris is 400 meter. Nou, hoe ik de omtrek moet berekenen is me nu wel duidelijk. Ik moet gewoon alle randen bij elkaar optellen. Maar wat doe ik als ik de omtrek al weet, maar juist de lengte wil berekenen? Nou, bij deze rechthoek staat de omtrek al gegeven. Ook de breedte weet ik al. Kijk, die staat hier links. Hoe kom ik nu achter die andere maten? Nou, dat ga ik eens even handig aanpakken. Kijk, als ik links weet, weet ik rechts ook. Die is dan ook 3 centimeter. Dat is handig. Ik weet ook de omtrek. Die is 14 centimeter. Dus alle lengtes bij elkaar zijn 14 centimeter. 6 centimeter heb ik al van de breedtes. Dan heb ik nog 14 min 6 is 8 centimeter over. Dat betekent dat deze kant samen met deze kant 8 centimeter is. Ik verdeel nu die 8 centimeter over deze twee zijkanten. Dan is iedere kant 4 centimeter. Ik moet wel altijd even checken of mijn antwoord klopt en of ik geen rekenfouten heb gemaakt. Alles bij elkaar zou dus nu 14 centimeter moeten zijn. Even checken. 3 plus 4 is 7 centimeter. Plus 3 is 10. Plus 4 is 14 centimeter. Hij klopt. Samenvattend, wat heb je nu geleerd? Ik kan uitleggen wat de omtrek is. Ik kan de omtrek van een rechthoek uitrekenen. Ik kan de omtrek van een ander figuur uitrekenen. En ik weet hoe ik de lengte of breedte van een figuur uitreken als ik de omtrek al weet.
Veel succes met oefenen en tot een volgende keer!